Ja, Glenn uh, verliezen van Feyenoord. Dat kan gebeuren. Maar vier doelpunten na rust tegen, dan denk je toch bij jezelf iets van. Oei. Ja, zeker. 0-0 uh, de rust in. Dan uh, heb je er nog geloof in. Alleen uh, die eerste, ja, dat is natuurlijk wel een tikje. Dan zie je dat we het even kwijt zijn. een penalty 2-0. Alleen, uh, ja, dan kom je nog terug in de wedstrijd. En ik denk dat we ook gewoon daarna tien minuten wel, uh, wel wat voorzet hebben gehad. Wel wat druk hebben gehad op de goal van Feyenoord. Maar ja, uh, als we dan gaan wisselen en meer ruimtes weg gaan geven, uh, dan zijn ze dodelijk. Ja, want toen jullie op die 2-1 kwamen, dacht ik bij mezelf van er nou, zit nog wel wat in. Nee, dat hadden we in het veld denk ik ook met z'n allen. We wilden nog doordrukken. We kregen nog wel een paar kleine kansjes met uh, schoten uit de tweede lijn. Maar uh, ja, toen ging hem aanvallend wisselen. En uh, ja, volgens mij berghuis 1 op 1. Ja. En dan, uh, dan zat hij erin. Vind je 4-1 dan ook geflatteerd? Uh, ja, onze keeper heeft ook wel een paar goede ballen gepakt hoor. Je kregen ook best wel wat kans. Ja, ja zeker wel. In, in de omschakeling hadden wij er wel meer uit kunnen halen, maar ja. Uh, spitsen zijn duur en bij Emma kun je dat niet betalen en bij Feyenoord wel. Wat doe je daarmee? Nou ja, die jongens die, uh, die schieten de ballen er wel in, dus die krijgen daar ook heel veel voor betaald. En bij Emma schieten ze hem er niet in. Omdat jullie weinig betaald krijgen? Nee, 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 maar omdat er gewoon minder uh, budget is voor uh, om zulke spelers te halen. Ah, dus je zegt gewoon het kwaliteitsverschil eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Je hebt nu uh, de top drie ploegen kunnen ervaren: Ajax, Feyenoord, PSV. Wie is volgens jou de favoriet? Ik moet zeggen. Uh, dat uh, tegen, Ajax en Finals, uh, tegen Ajax en PSV zijn we echt weggespeeld, maar uh, ik denk toch dat Ajax wel uh, echt uh, de beste ploeg is. Ik denk dat die nog wel een comeback gaan maken en over PSV heen gaan. Nou ja, qua voetballend vermogen en de spelers die ze hebben. Natuurlijk heeft PSV een hele, hele mooie serie neergezet, maar qua voetbal uh, denk ik dat Ajax wel ons uh, het ja, onzeker het meest weg heeft gespeeld. Ja, want ze moeten nog allebei hierheen, zowel Ajax als PSV. Ja, ze kunnen een bos nat maken. Uh, tegen Feyenoord hebben we laten zien dat we zeker mee kunnen. Jullie moeten we nog uh, ja, leren van de momenten waarop, uh, waarop het bij ons niet goed gaat. Wellicht kunnen we het ze dan ook moeilijk maken.